Oké, mijn beste Microtech-vrienden, van harte welkom. Hier een korte tutorial. Indien we nu naar IP settings gaan en je ziet RP filter staan. We hebben drie opties: no, strikt en loose. Ik ga hier nu strikt behandelen. Ik zeg gewoon oké. Wat is nu deze filter die we kunnen gebruiken? RP staat voor reverse path forwarding. En wij gaan deze op strikt gaan zetten. Wat gebeurt er nu als wij bijvoorbeeld naar Facebook surfen? We gaan hier op de PC naar Facebook. De aanvraag wordt verstuurd doorheen de router en gaat naar buiten via Ether 1.1. Hij gaat naar internet, gaat voorbij een paar routers en komt Facebook binnen. Facebook moet een antwoord geven via de routers. Zo, en komt via Ether 1.1 binnen. Als wij dat nu zetten op strikt, gaat dit verkeer aanvaard worden door de router. Maar laat ons nu kijken naar een ander scenario. In dit scenario is hier een kwaadwillige in het spel. We gaan dus terug naar Facebook. Via de WAN interface naar buiten. Naar de server van Facebook. En Facebook gaat een antwoord geven. Het verkeer wordt eerst omgeleid naar de kwaadwillende. En komt via Ether 3.1 naar binnen. En de router zit met een vraagteken. Want de aanvraag is via Ether 1.1 naar buiten gegaan. En komt via Ether 3.1 naar binnen. Wat gaat er gebeuren? Dit verkeer wordt gedropt. Want wij hebben gezegd strikt. Dus het verkeer komt binnen via Ether 3, zegt hij, drop. Uiteraard moet je wel begrijpen, als hier nu een kwaadwillige zit, die zich voordoet als Facebook, ja, dat de router dit niet gaat zien. De router fungeert alleen maar binnen zijn eigen netwerk en zijn interfaces. Hij ziet niet wat er op internet gebeurt. Dus als we hier nu kijken naar het volgende scenario. Dit is nu een volgend scenario. We gaan terug naar Facebook via WAN1. We gaan doorheen het internet naar Facebook, maar hier worden we omgeleid naar een kwaadwillende. En de kwaadwillende gaat een antwoord geven. Kom terug binnen via WAN1. Ja, er is wel een kwaadwillende in het spel, maar de router gaat dit niet ontdekken. Waarom niet? Omdat de reverse path forwarding alleen maar wordt toegepast op de router's netwerk, ons netwerk. En binnen zijn omgeving gaat hij wel wijzigingen waarnemen. Oké, en dit wilde ik je laten zien in deze korte tutorial. Iedereen die een gewoon netwerk heeft, kan dit op strikt zetten. Wanneer niet, nadrukkelijk niet, indien je aan load balancing doet, ja, dan gaat het niet. Omdat je dan inderdaad via twee WAN interfaces werkt. Oké, met deze korte tutorial hoop ik je toch iets meer inzicht te geven. En ja,
Wat mij betreft, ik zie u graag terug in een volgende tutorial.